Ik ben marxist geworden omdat ik geloof dat de wereld vandaag met de armer die armer worden en de rijker rijker niet meer zo door kan gaan. Uh-huh. En op sociaal vlak en op ecologisch vlak. Ik geloof in een ander systeem. Dat socialisme 2.0, een ander systeem waar de nood van de mensen centraal staat en niet de winst van een klein deel van de bevolking. Verleden week vernamen wij al iets heel bijzonders. Wie had daaraan gedacht? Je weet dat toch wel. Daaraan, daaraan, dubbelglas, beste collega's, dubbelglas. En dus die virus, die werd, op, die stapt het af. Karel Pinksten, hoeveel was dat in de pocket? 570.000 euro. Kling, kling. De N-VA, meneer Kutjam. Hoeveel? 520, 22.000. Kling, 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 kling. Ja, in de pocket gewoon. Die antivirusgehalte van die ramen, die is alleen maar efficiënt richting de kust en met de heenreis. Vlaams Belang, hoeveel heb ik gegeven voor jullie onafhankelijke kandidaat? Ries van Langenhove, 34.000 euro. Maar come on, op bod. Geef eens wat meer, come on. Wat is de beurs? Hoe leg je het uit aan Deborah? Hoe leg je het daaruit? Oh, er komt nog een premie bij van 500 euro. Consumptiesekske, om zeker te zijn dat de mensen geen geld krijgen. Hoe hebben jullie dat gedurfd? Come on. Ja, meneer Hedebouw, gaan we u nog te zien krijgen in het parlement als u voorzitter bent? Zeker en vast, ja. U blijft parlementslid? Ja, ja, zeker en vast. Geen cumulregels in de partij? Ik vind dat logisch als je verkozen bent, dat je nog altijd actief bent in het parlement. Nu, ik kan waarschijnlijk wel aan de taken anders gezien worden voor de groep zelf, maar ik vind dat logisch dat je wel verder communiceert in het parlement. Ja, mensen hebben voor u gestemd, kun je zeggen. Dus ik vind dat een beetje logisch dat dat... En krijgt u dan een dubbele pre in de pocket? Ja, maar met PvdA gaat dat zo niet. Ik ben een slechte partij gekozen om geld te verdienen. Hè. Nee, ja. Dus wij blijven altijd met ons modaal loon leven. Maar ik leef er fijn mee. Dat is voor een voorzitter? Ja, dat is 2000 euro voor mij. Ik wil zeggen, dat is... Ja, ik vind dat logisch. Als je niet leeft zoals je denkt, dan begin je vaak in de politiek te denken zoals je leeft. Echt waar. Dat heb ik ook in uw boek zo zit dat. Ja. Echt waar, maar dat is waar. Dat is kwestie. Ik doe politiek met passie. Okay? Ik ben niet verplicht om met de PvdA. En ik doe dat omdat ik de werkende klasse wil verdedigen, de zorgsector. Dat is passie. Ik wil zeggen, ik heb geluk om zo een job te kunnen doen. En dus ik versta niet dat al die andere politici, die moeten er dan 6.000 euro voor krijgen. Ja, dat is hun keuze. Wat gaat u anders doen dan Peter Mertens? Nou, de eerste vraag is, wat ga je hetzelfde doen? Want hij heeft onze partij gebracht van 30.000 stemmen naar 600.000 stemmen. Dus eerst en vooral gaan we doordoen met de ploeg dat we gedaan hebben. Dat is wel fantastisch. U bent maar voor Peter Mertens niet? Wat gaat u anders doen? Maar voor mij is het vooral... Ik heb zo twee punten dat ik heel belangrijk vind. Ten eerste, die nationale eenheid en dus die strijd kunnen voeren tegen de splitsing van het land 2024. Ik vind echt, dus dat wil zeggen, ook doorboren in Vlaanderen, afdelingen uitbouwen, de PvdA echt totaal op de kaart zetten. Dat is niet nieuw, hè? Dat is verderzetting. Dus dat is verderzetting. Ja? En ten tweede ook veel meer plaats laat aan de werkende klasse in onze eigen partij. Meer dan Peter Mertens deed? Ja, ik zeg, we hebben daar niet goed gefocust de laatste jaren daarop. Hè? En dus dat hebben we collectief gediscussieerd in het team van hoe gaan we daar op de 5 jaren die nu komen meer plaats laten, dat de arbeidersklasse, dat de bedienden meer een plaats hebben in onze eigen partij. In de partij of in het parlement? In het parlement zitten we al met 4 arbeidersparlementsleden. Hè, de Gabi Kollemunders, Maria Vindevogel. Dus het ambiance in die zin... Ja, stralen ze echt arbeidersvlak op, maar ook in ons leidende organen, in de partij zelf is dat te weinig. Ja. En daar willen we echt rond werken in de jaren die nu komen. En ten tweede, plaats aan de jeugd. Plaats aan de jeugd, die beweging die met de klimaatbeweging is. We krijgen heel veel leden binnen bij PvdA vanuit de jeugd. En die willen we ook een plaats laten. En dat is niet altijd eenvoudig. U gaat in Vlaanderen Bart De Wever niet van de troon stoten, maar u kan in Wallonië wel de PS van de troon stoten. Waarom zou ik Bart De Wever niet van de troon kunnen stoten? Ja. Nee, ik vind dat belangrijk. Ik ben een Belgische... Ik voel me echt thuis in Vlaanderen. Echt waar. Dat affaire in België, van alles te verdelen in Vlaanderen en Wallonië, rond de coronavirus. Het was de schuld van de Walen 3 maanden geleden. Het is nu de schuld van de Vlamingen. Kom aan, laten we daarmee stoppen. We zijn een klein landje, een Belgisch land. Ik voel me echt Belg. En in die zin, de arbeidersbedienden in Vlaanderen, ik heb heel veel berichten binnengekregen voor mijn kandidatuur om te zeggen, Raoul, hoe moet ervoor gaan? 100 berichten vanuit Vlaanderen. En dus ik ga natuurlijk onze kleur verdedigen. Ook tegenover Bart De Wever, ook Conor Rousseau, meneer De Croo, die krijgt elke week in het federaal parlement Vlaams het speechje tegen hem. Dus in die zin, ik ben echt een Belgische politieker. Als u voorzitter wordt, zal u ook inderdaad in Vlaanderen meer te zien zijn. 44 jaar, 2 jonge kinderen, bioloog, perfect tweetalig dankzij uw ouders. Eigenlijk was Nederlands uw moedertaal, heb ik uw ouders zijn uitgeweken, Vlamingen. Waarom bent u communist geworden en geen socialist?
Omdat de socialisten niet meer links waren. Ik ben actief geworden in de strijd voor een democratisch onderwijs. Hè? Omdat er minder en minder financiering was voor het onderwijs. Wie was minister toen ik ben beginnen bewegen bij betogingen enzovoort? Dat was Lorette Onkelings. Ja, die was gewoon een politiek aan het doorvoeren die ons van zalig onderwijs een heel slecht staat heeft gebracht. Ja, en toen dacht ik van oké, er moet terug een duidelijke... Je bent communist geworden tegen Onkelings. Ja. Nee, ik ben communist geworden. Onkelings socialist. Nee, maar ik ben marxist geworden omdat ik geloof dat de wereld vandaag met de armer die armer worden en de rijker rijker niet meer zo door kan gaan. Uh-huh. En op sociaal vlak en op ecologisch vlak. Ik geloof in een ander systeem. Dat socialisme 2.0, een ander systeem waar de nood van de mensen centraal staat en niet de winst van een klein deel van de bevolking. 1-2% van de Belgen wordt rijker en rijker. Ja. Multimiljonairs. En aan de andere kant, wat hebben we? Armoede in onze steden. En dat kan ik niet tegen. Dus, dat is echt, dus van die... Socialisme is nooit een optie geweest voor... Voor de PS in elk geval zeker niet. En vooruit vandaag. Als ik kan een ressort spreken van ik ben niet links, niet rechts. Vaak wil ik al zeggen niet links. En dat is het probleem een beetje. Er is echt plaats voor een duidelijk links discours. Dat voel ik.